Christine School. Oh, die zitten allemaal hier. Zo, er zijn hier vandaag de koningsspelen? Ja, zeker. Jaarlijks ritueel eigenlijk, ja. En dat doen 10 scholen hier aan mee? Wat ik begrepen heb wel, ja. Ja. Dat is een grote groep leerlingen. Dat is een hele grote groep leerlingen. Maar gelukkig wordt het allemaal in goede banen geleid door de scholieren van het Graafschap College. Dus dat is hartstikke fijn. Ja, en wat voor onderdelen worden gespeeld? Er zijn diverse disciplines. Diverse disciplines. Ik zag al van graffiti spuiten tot lasergamen. Ik zag ook een estafette net aan de gang dat ze daarmee bezig waren en basketballen. Ja. Dus ja, hartstikke leuk. Voor elk wat wils. Dus elk jaar bij Boogie Woogie? Nee, afgelopen 2 jaar is het natuurlijk niet doorgegaan vanwege corona. Ja. En dit is volgens mij de eerste keer bij Boogie Woogie. Maar het is wel weer hartstikke fijn dat dit weer kan. Voor de leerlingen van de basisscholen in Winterswijk. Dus, ja, en is er goed weer bij, hè? Wat wil je nog meer? Ja, perfect. Dus ik zie een tevreden meester. Ja, zeker, zeker. Iedereen gezond bezig, lekker bewegen, dus dat maakt mij ook blij. En je bent van de Jozefschool? Ja. Moeten die leerlingen al die vakken nog inkleuren? Ja. Ah. Alles moet nog inkleuren. En hoe lang doe je nou het in? Ik zie wel dat u zich een beetje laat inspireren wat in Oekraïne gebeurt met dat blauw-geel. Ja, klopt, daar is het ook voor inderdaad. Dat is ook een thema? Ja, wereldvrede. Doe jij dit ook op rug en zo? Nee, ik doe het niet illegaal. Nee. Ik doe het alleen maar legaal. Waarde nu? Mogen wij op rug? Ja. Zijn er wel genoeg plekken waar je het legaal mag doen? Ja, er zijn plekken waar het mag. Ja? Ja, in Doetinchem heb je een plek en bijna iedere stad heb je wel een plek waar je dat kan. In Winterswijk niet, hè? Nee, volgens mij niet. Dus dat is wel een oproep om in Winterswijk ook zulke plekken aan te wijzen? Het zou wel goed zijn, ja. Want het is kunst, hè? Dat is het zeker, vooral legale. Yeah.